Het geneesmiddel van de week is Fluclox-Aceline. Dit is een geneesmiddel in de groep van beta-lactam-antibiotica. Beta-lactam-antibiotica worden zo genoemd omdat ze een beta-lactam-ring in een structuur hebben zitten. Fluclox-Aceline is een penicilline met een smal spectrum. Hij werkt dus slechts op een specifieke groep van bacteriën, voornamelijk de huidbacteriën. Dit doet hij door de synthese van de celwand te verstoren. Bij het linken van de moleculen die de celwand vormen, gaat het medicijn ertussen zitten. Het is dus een bactericide antibioticum. Aan de linkerkant van deze afbeelding zie je hoe de celdeling normaal gebeurt. Aan de rechterkant zie je hoe dit verstoord wordt door het antibiotica. Doordat de fluclox-aceline de celwandsynthese verstoort, verliest de bacterie zijn beschermende laag. De bacterie valt hierdoor als het ware uiteen. Het kan zowel oraal, via injecties in de spier, als via het infuus worden gegeven. Als fluclox-aceline oraal wordt voorgeschreven, dan is het erg belangrijk dat het voor het eten, dus op een zo leeg mogelijke maag, wordt ingenomen. Dit komt doordat de opname in de bloedbaan erg wordt verminderd door tegelijkertijd innemen van voedsel. Omdat fluclox-aceline voornamelijk door de nieren wordt uitgescheiden, is het belangrijk om de dosering te verlagen bij iemand die een hele slechte nierfunctie heeft of als deze persoon dialyse krijgt. Fluclox-aceline kan worden voorgeschreven bij infecties van specifieke bacteriën. Dit zijn voornamelijk huidbacteriën die niet alleen huidinfecties, maar ook bepaalde infecties van het hart, botten of de gewrichten veroorzaken. Bij de huisarts wordt fluclox-aceline vaak als eerste keuze voorgeschreven bij huidinfecties waar gedacht wordt aan een bacteriële oorzaak. In het ziekenhuis wordt het via tefuus gegeven bij bacteriën die ernstige ontwrichtingen van de gewrichten, hartkleppen, huid of de bloedbaan veroorzaken en bewezen gevoelig zijn voor fluclox-aceline. Bij deze ernstige infecties wordt het antibioticum pas voorgeschreven nadat er bewezen is welke bacterie de veroorzaker is en of deze wel of niet gevoelig is voor het antibioticum. Er wordt dan eerst met een breed spectrum antibioticum gestart. Daarnaast wordt het soms eenmalig gegeven bij ingrepen ter voorkoming van hartinfecties bij mensen met een hoog risico hierop. Als bacteriën worden behandeld met antibiotica, worden ze soms ongevoelig voor deze middelen. Bij veel van de beta-lactam-antibiotica komt het doordat de bacterie beta-lactamase produceert. Dit is een eiwit dat op de beta-lactamring van het antibioticum gaat zitten. Hierdoor wordt het antibioticum niet meer werkzaam. Fluclox-aceline is echter ongevoelig voor deze beta-lactamase en is daardoor vaker effectief. In Nederland komt er erg weinig resistentie voor het antibioticum voor. Omdat fluclox-aceline een smalspectrum antibioticum is, heeft het ook relatief weinig bijwerkingen. De bekende bijwerkingen zoals diarree, misselijkheid en braken zie je minder dan bij breedspectrum antibioticum. Het is wel erg belangrijk om te controleren of degene die het antibioticum gaat krijgen niet allergisch is voor antibiotica van dezelfde groep. De werking van fluclox-aceline en elk ander beta-lactam antibioticum neemt af als het in combinatie met een bacteriostatisch antibioticum wordt voorgeschreven. Dit is een antibioticum dat alleen de deling van de bacterie vertraagt. Hierdoor wordt er geen nieuwe celwand gevormd en kan fluclox-aceline dat proces dus ook niet verstoren. Bactericide en bacteriostatische antibiotica gaan hierdoor in het algemeen niet goed samen. Samenvattend, fluclox-aceline is een smalspectrum antibioticum. Het is voornamelijk werkzaam tegen huidbacteriën, resistentie komt in Nederland relatief weinig voor en het is bij het voorschrijven belangrijk om te controleren of de patiënt niet allergisch is voor penicillines.